zit ECV Livian. Oh, wat en, zeg je dat toch? Ik ben Floris Escapers, buurman. En ik weet het, ik ben lekker. En laten we verder gaan. We hebben een game gepakt tussen... We zitten nu in de top 6 van het toernooi. Dus deze mensen spelen, hoewel het in de loser bracket is, dus de toch bottom voor 6 een eigenlijk. Finale plek. En we hebben hier Venko Joppe tegen Emcon Arch Enemy. Venko Joppe hebben we nog helemaal niet gezien. Vandaar dat we hem nu gaan casten. En Arch Enemy wel. Dus, is het Arch Enemy of Arch Enemy? Ja, jij zei Arch Enemy, dus laten we het daarbij houden. Ja. Ik ga de zijn go geven. En dan mogen ze gaan spelen. Ja, we hebben de... Oh ja, yeah, dat viel op, hè? De mage was gewend van Arch Enemy. Ja, Arch Enemy brengt de Warrior, Shaman en Rogue. En zijn mage is geband. Ik had al een kruisje gezet voor de Shaman, maar hè? Het bleek niet snel, zo te zijn. Hè? Assumption. Ja. Assumption. En aan de andere kant, Joppe heeft Shaman, Warrior, Mage en Warlock gebracht. Waarvan de Shaman wel geband was. Je dus, kunt gaan spectaten. Als normaal. En ik kan gaan spectaten. Ja, daar gaan we. Dus de eerste matchup is gelijk al een... is dat een leuke? Nou, het is in ieder geval Rhino Lock tegen Shaman. Wat is een Shaman? Het nou. Is een agro Shaman. Het is een agro Shaman? Ik kan het nog niet zien. Ja, dat is zeker een agro Shaman. Dat, die yes. heeft de kenmerken van een agro Shaman. En ja, gewoon een Rhino Lock. Ja, en de Rhino Lock, ja, we hebben het Aggro Shaman lijkt nog niet zoveel gezien, maar dit is wel een hele chille start voor Arch Enemy hier. Maar ook een hele chille start voor Joppe, want zo zou ik... Oh, dit is echt de godlike start voor de Warlock hoor. Die Kazakus voor de 5 mana pot, de Rhino Jackson om te healen. Dit gaat misschien best wel pijnlijk worden voor een zekere Arch Enemy. Ja, want hij heeft die Rhino die wil je gewoon hebben in je hand, ja. Voor de, zeker ten Aggro Shaman. En hij wist waarschijnlijk wel dat het een Aggro Shaman was, want mensen verklappen dat soms wel. Ja, nou, ik vind dit een beetje een rare keus van Arch Enemy. Ik mis nog wel een klein beetje game sound. Oh ja, dus, dat zou leuk zijn. Kijk, en opeens, oh ja. Hey, magisch wow. is er. Alsof iemand achter de knoppen zit. Ja. Hé, Robert? Mega flauw. Oké, okay, je vond het een rare keuze, zei je? Ja, ik had verwacht dat hij gewoon voor de tunneltrok zou gaan en daarna pas de wapen zou pakken. Maar ja, je kan het ook andersom doen, alleen dan is die tunneltrok niet gebeurd. Misschien wil hij om de Demon Wrath heen spelen, wat blijkbaar een goede keuze is. Want anders zou natuurlijk zijn dingen zeggen, zijn tunneltrok zou beschadigd door de 2-2. En dat is nu niet het geval. Dus ja, ik denk dat we hier gewoon een Farseer gaan zien. Hij heeft zoiets van, ja, curving all day long. Ja, Farseer is prima, maar de Flametongue kan er tussen gezet worden. De Flametongue gaat er tussen gezet worden, geloof mij maar. Samen waarom zou je niet gewoon toten met Lightning Bolt en volgende turn toten? Nee, want je wil je burst bewaren voor de feest. Dat is hoe je wint deze matchup. Wat een feest. Ja, ontzettend. Dus ik denk, ik zou hier spelen de Flametongue Totem en de Charge Piraat. Dus je speelt de Flametongue Totem in het midden. Je valt aan met de 1-1 in de 3-3. Dat is namelijk een 3-1 op dat moment. Dan val je aan met de 3-3 in het gezicht. Dan speel je aan de ene kant de piraat. En dan spont aan de andere kant, namelijk de rechterkant, spont Patches. Waardoor je dus 7 damage erbij doet. Zoals dit. Ja, dat is lekker. Dat is een goede turn, toch? Dat is zeker een goede turn. En nu moet die Hellfire doen. Als gewoon het even heeft, voor ja, 1 mana 7 damage. Kijk, en dit is geen Hellfire. En daar zal Arch Enemy heel blij mee zijn. Maar dat is wel goed uitgespeeld van Arch Enemy. En dit is, dames en heren, waarom positioning heel belangrijk is in moeilijke aggro decks. Les 1. De masterclass, hè. Ja. Waar de Demon Wrath gaat gespeeld worden. Het is niet les 1 trouwens. Les 1 is in het gezicht slaan. De Demon Wrath zal waarschijnlijk gespeeld worden. Nee, wat los je ermee op? Helemaal niks. Hij gaat waarschijnlijk Refreshment Vendor spelen of Kazakus. Eén van beide, maar ik denk de Refreshment Vendor. Maar wil je die damage wel tanken? Nee, natuurlijk niet. Maar ja, je gaat die Demon Wrath, die lost alleen maar de 2-1 HP minions op. Ja, de dus je haalt 5 damage, hè? Ja, dat is niet goed genoeg. Je hebt liever Funnel Cakes. Funnel Cakes? Dat zegt die gast. Get your Funnel Cakes here. Ik kan ook niks van Oké, dus we gaan maar hier... Maar wat zijn funnel cakes? Ja, dat weet ik ook niet. We gaan hier de 3-1 in de 3-5 treden waarschijnlijk. En dan met het wapen ook. En dan speel je een totem golem en totem of zo. Iets in die trant. Gewoon meer board bouwen. Je weet dat hij geen Hellfire heeft, anders had hij het wel gespeeld.
Nou, je kan ook greedy gaan en de 4-1 wegtreden, zodat je 3-1 nog leeft en je 1-3 de buff krijgt. Ja, dat kan ook. Dat werkt. Dat is ook een optie. Dat is zeker opties genoeg. Hij kan zelfs gewoon dubbel Lightning Bolt face gaan als hij dat zou willen, maar dat zou ik niet aanraden. Hij kan ook gewoon een bijzondere keus. Ja, die gaat aan de rechter. Oh, wauw. Wauw. Dit is... Ja, maar hij heeft zoiets van... Ja, als jij geen AOE hebt, dan... Dan gaan wij er gewoon voor. Dan gaan wij er hard in. En ik denk dat het een hele goede keuze is. Ja, want hij zet hem hier op 14 en hij zet Lethal op. En Silence... Dus ik denk dat hij nu voor de 1 mana Kessica spot gaat en dan voor de 3 damage, 2 damage AOE. Of voor de 2 damage AOE armor, maar dat doet niet genoeg. De 3 damage, 2 damage AOE. Ja, dat dus is, hij doet 3 damage nice. En dan 2 damage AOE. Nou, dat is zeker nice. Ja, nee, niet heel erg, want wat ga je ermee oplossen? Je kan alleen de Imtong en de 2 piraatjes killen daarmee. Ja, of de totem. Oké, stel je voor dat je je spelbreker speelt op de Flametong. Dan heb je dus 3, plus 3 is 6, plus 3 is 9, plus 3 is 12, is 13 damage. Dus als hij dan Hero Power, Spelpower Totem rolt, dan heeft hij lethal. Het ziet er eigenlijk best wel matig uit. Maar ja, ik denk dat hij gewoon voor de Demon Wrath gaat, om eerlijk te zijn. En dan fingers crossed dat hij niet dood is en dan Reno. Want hij heeft natuurlijk wel die Reno in zijn hand. Maar ik vind dat Arch Enemy dit wel goed heeft uitgespeeld so far. Ja, zeker. Die 7 damage die hij in zijn bakkers kon gooien, dat hielp enorm. Kijk, hier gaan we op de Spellbreaker. Wat betekent als ik goed heb gerekend, en ik denk dat ik dat heb, dat Spellpower Totem lethal is. En ik denk ook zeker dat hij daarvoor moet gaan hier. Dus we hebben 3, 6, 9, 10, 13. Ja, Spellpower Totem is lethal. Is dat even leuk? Ik denk dat Arch Enemy dat ook wel ziet, want dat is wel een goede speler. En ik denk dat hij daar ook wel voor gaat. Nou, hij gaat sowieso voor de totem, want hij heeft niet echt keus. En dat is... Taunt, helaas. Dat zou best wel eens kunnen betekenen dat hij de game verliest. Ja, nou leuk. Zo is Hearthstone. Nee, wat je nu doet is je Lightning Bolt 4-3. 4-3 en je gaat dan... En dan heb je heel veel board. En als hij dan Reno speelt, ja, dan is hij nog steeds... Dan blijf je krijgt hij gelijk heel veel damage nog steeds. En de Lightning Bolt heeft maar 1 overload. Dus dan kan je zo meteen gewoon de Drake spelen, mocht je dat leuk vinden. Ja, altijd Jade Lightning. Maar dit is sowieso een Reno turn, 100.000%. Dat is vrij veel procent, kan ik je vertellen. Beetje een miljoen miljard idee. Ja, inderdaad. We zijn in België, hè, dus dat kan dan. Nee, dit is... Ik zie al bijna een tap aankomen van Joppe, maar nee, hij gaat sowieso Reno spelen. En Arch Enemy die zit hier nu van, ik hoop dat hij geen Reno heeft, maar ik denk het wel. En ja hoor, daar is hij. En denk je, ja, ik wist. Nou ja, dan gaan we weer. Vanaf 30, hoppa. En dat is dan wel weer een goede pick-up, hoor. Want je wil natuurlijk nu dealen met die 4-6, maar ja, aan de andere kant, misschien ook wel niet. Ik denk dat je gewoon wil negeren. Nou ja, je pusht nu 10 damage deze turn, dus dan zit hij op 20. Dat is nog niet echt dat je nou denkt van, ja, ik heb hem bijna, snap je? En je kan ook voor je Jade gaan. Je gaat... Ja, dat is misschien een goeie. Dat je nu daarvoor gaat en je 2-1 en de 4-6 gooit, dan kan je volgende turn Arya spelen. Blijkbaar dan heb je dus een 3-3 Jade. Ja, maar terwijl allebei op curve, daar ben ik minder blij mee. Nou, je weet wel, hij heeft nog steeds geen AOE, dus ik kan gewoon door blijven hakken zo. Demon Wrath is nu wel beter. Ja, Demon Wrath Mortal Coil, ik denk dat dat correct is. En dan Dark Peddler erbij. Dan had hij eigenlijk eerst Dark Peddler moeten spelen. Eerst Dark Peddler spelen. Nee, niet, want dan kan jij Dark Peddler. Oh ja, dat... Hey, oh, je bent zo slim. Moet hij nu Dark Peddler spelen? Ja. Of hij moet eerst die card roll willen hebben. Ja. Dan gaat hij nu Dark Peddler spelen. Dan trekt hij nu nog en dan pakt hij Soulfire. Oh nee. Ja, Angry Chicken. Nee. Let's go. De Young Priestess. En nu denkt de Arch Enemy van ja, nu zit hij op 22 HP en ik heb geen board meer. Waar ben ik? Wat heb ik fout gedaan? Niks. Ja, niets. Dat is de kracht van Reno dan. Reno is namelijk best wel een goede kaart. Ja, ik denk dat je hier voor de Drake gaat, om eerlijk te zijn. Ik snap dat je voor de Aya zou gaan. Beetje een nare positie dit voor Arch Enemy. En dat gevoel heeft hij zelf ook zo te zien. Ah, kijk, als hij Drake speelt en hij krijgt de Nilsson Portal, dan doet dat net niks. Omdat door die HP buff. Dat is ook niet handig. Ja, en we zijn dan natuurlijk al 3 burst verder. Hij heeft geen Lightning Bolts meer, hij heeft geen Jade Lightning meer. Dus hij moet het nu hebben van die lava burst en de tweede Lightning Bolt. Is dat een punt die ik mis? Nee. Nee, het ziet er inderdaad grim uit. Ja, nee, eens. Ik vind het wel jammer dat je overal een punt achter zit, alsof ik één grote memer ben. Daarvoor moet je bij je team zijn. Oh, shots. Nee.
Oké, okay, gaat hij voor de Kazakus? Waarschijnlijk een 5 mana pot, want dat kleert meestal wel gewoon het bord tegen een Aggro Shaman. Ja, of niet, gewoon voor de losse 3 damage. Wat Arch Enemy ook niet mee zit, is dat hij geen 4 mana 7-7's heeft getrokken. Want over het algemeen zijn die best wel goed tegen de Warlock. Ja, wat Joppe nu doet, zou ik ook niet aanraden. De hele tijd over een kaart hoveren en een beetje slepen en zo, want dat zie je tegenstander ook. Dit is een 10 mana pot waar hij voor gaat. Hij denkt, hey, 10 armor, dan wil ik wel. Dus ik denk dat hij voor de Stone Skill Oil gaat hier. En daar kunnen wij gaan voor de Shadow Oil. Mystic Wool. Nee, je wilt niet random demons in je hand stoppen, want dat is alsof je de value game wil gaan winnen. Yes, Mystic Wool. Yes, I predict. Goed, hè? Ja, voelt best wel goed. Dat is, ja, je zou kunnen zeggen dat is een topdeck, maar deze, dat doet eigenlijk niet zo heel veel. Maar het is wel een topdeck. Ja, nee, dan. Meestal refereren we naar een topdeck als het goed is voor degene die het pakt. En dan noemen we, oh, hij topdeckt dat. Ja. Maar op zich is alles een topdeck wat je pakt. Ja, want je mag niet kaarten midden uit je deck pakken of onderop van je deck of zo. Dat zou wel leuk zijn. Ik weet niet of het tegen de regels is. Nee, maar als je gewoon een soort van calculator ernaast hebt staan, dat je gewoon de kaart 13 kan typen. Dan heb je het gevoel alsof het in je eigen handen, het lot in je eigen handen ligt. Ja, oh man, ik had echt kaart 12 moeten typen. Ja. Ik weet toch dat daar een grotere kans zit dat Rino daar zit. Ja, ja, helaas. Altijd. Ik moet dat ook nog gaan leren. Nee, laten we dat maar niet doen. De Kazakus pot kan nu niet gespeeld worden. En waar Arch Enemy een beetje bang voor is, is Twisting Nether. Dus hij heeft dus, ja, ik wil eigenlijk wel die Feral Spirit spelen hier. Maar ik kan ook keihard gepunished worden. Maar ja, hij moet wel spelen ja, om te hij winnen. Moet wel alleen en gaan. Als hij niet speelt om te winnen, dan. Nou ja, ik denk dat ze allemaal spelen om te winnen. Ik denk niet dat je speelt om te verliezen. Het zou een beetje jammer zijn. Zeker omdat eigenlijk die Arch Enemy mij uit het toernooi heeft gekikt. Ja. Als hij dan nu zoiets heeft van YOLO. Ik speel niet om te winnen. Ah, meedoen is belangrijker dan winnen, hè? Hij heeft dus een trade, maar hij heeft niet. Kijk, hij speelt dus nu om de Twisting Nether heen door niet aan te vallen met de Aya. Ja, anders had hij een different maar er zit een Frost Elemental op Joppe's deck. En ik weet alweer van wie dit deck is. Volgens mij is dit het deck van Hui, wat hij speelt. Die heeft namelijk een beetje verzonnen van, ja, Frost Element is eigenlijk best wel een goede kaart. En daar was de rest van de game hier altijd niet mee eens. Maar het deck is wel populair geworden. Maar waarom zit hij erin? Ja, dat weet ik niet. Ik ben serieus, ik denk tegen de 4 mana 7-7's. Maar dat is specifiek tegen Shaman. Ja, want op ladder zie je alleen maar Shaman. Nou ja, 40% van mijn games afgelopen seizoen was tegen Shaman op ladder. En nog steeds Legend. Ja, zonder Shaman te spelen. Niet? Ja, ik heb op ladder geen Shaman gespeeld. Nul. Niet dat ik weet in ieder geval. Ik ben Legend geworden met Rogue in ieder geval, vanaf rang 2. Oh ja, daar is een 4 mana 7-7. It's something. Je laat die skip rank 1 gewoon even, huppakee. Ja, ik kan dat. Maar nee, hij gebruikt hem meteen op de Aya. Ja, ik zie hier in de toekomst aankomen dat die flametong tussen de 0-1 en de 2-3 komt te liggen. De 0-1 gaat in de 4-2, de 2-3 in de 2-3. En dan gaat er een 7-7 bij komen liggen. En dan denk je, weet je, als jij Twisting Nether hebt, dan doe je maar. Je bent wel goed in de toekomst kijken. Ja, dat veel en hard. Pakt hij de Twisting Nether? Nee. Maar hij heeft een de Kazakus pot. En Mind Control Tag. Ja. De eerste keer dat ik hem zie? Ja. Nee, maar hij heeft de Kazakus pot, hè. Dus dat doet Transform All Minions en Gain Team Armor. Nou, ik denk dat dat wel genoeg is om Arch Enemy te laten conceden. Ik denk het ook. En dan moet hij dus eerst met de 5-5 en de 4-1 treden. En daarna pas de Kazakus pot spelen, als hij het correct wil doen. Nou, dat weet ik. En nu denkt Arch Enemy. Oh. Ja, dat denkt hij ook. Vijf keer dat geluidje. Ik ben blij dat je dus. Hey, dat is een J-ding. Dat is wel chill. Ja, die gaan nog even doorspelen. Die gaat gesiphonsold worden. Ja, nee, dit is, nee het kan nog wel. Like, het blijft Shaman, hè. Maar ik moet er echt wel dat die schapen wel echt trippy zijn. Ja, ontzettend. Dit zijn de disco-schapen. Vooral die gouden schapen, want die verdwijnen een beetje. Die zijn een beetje ethereal. Op. Ze veden af en toe weg, zeg maar. Ja, het is een beetje als zo'n button die je kan bewegen en van een andere angle oh, kijken. Oh ja, zo'n 3D-button, ja. Zoals op onze koelkast. Ja. Ja, die. Ja, ja. Maar jullie kijken thuis niet zo van aan. Nee, maar wij weten wat ze bedoelen en daar gaat het om.
Oké, en we zien hier dat hij zoiets heeft. Ja, ik heb nog steeds board, dus laten we het maar gewoon proberen. Hè. Ik heb nog niet verloren. Dus daar komt de final countdown. We zien hier een Mind Control Tech. Mind Control Tech gaat de 4-4 pakken. En als hij Bolzi is, stapt hij er ook nog bij. Nee, ik hoop niet dat voor... Nee, ik zou het heel sneu vinden als de MCT de 4-4 pakte. Oh. Kijk, terecht. Maar dit is nog steeds wel sluus voor Arch Enemy, denk ik. Ah, is maar net wat hij nu trekt. Niet helemaal waar, ik denk dat het gewoon sluus is. Hij kan nu nog heel zijn portal pakken. Nou heeft hij nog twee van in zijn deck. Dus hij gaat nu de Thelnus Suicide in de 3-3. Om dan met Milsen Portal en Spellpower redelijk goed of in de 4-5. Maar ik denk de 3-3. Als ik hem was, zou ik de 3-3 pakken. Wel. Ja, maar ja. Ik zou hem in de 4-5 gooien. Nee, ik ben het hier wel mee eens. En nu hoopt hij nog steeds Milsen Portal, maar krijgt hij natuurlijk niet. Maar wel de Jade. Dat is prima. Dan kan hij de 4-5 clearen. Ja, dan kan hij de 4-5 clearen. En een 3-2. En de 3-2. En een 3-2. En dan de Feral Spirit. Niks aan het handje. Enige nadeel is dus dat hij waarschijnlijk gecyphersold gaat worden. Wist je dat je armor verliest als je Jirax speelt? Echt? Ja, want je vervangt je hero. En deze hero heeft armor, maar Jirax is niet. Een lucky. Jirax heeft geen armor nodig. Nee, Oblivion. Precies. Die is veel te baas voor armor. Ja, hij heeft zoiets van, ja, als je AOE hebt, ben ik toch klaar. Dus hoppa, de 2-3 is ook. Ja, nee, maar heel goed, want hij speelt om te winnen. Precies. En dat is een Cabal Courier, niet heel spannend. Hij Siphon Salt waarschijnlijk de 5-5. Gaat hij zo meteen naar Jiraxxus en dan gaat hij 6-6'jes pompen. En dan moet Arch Enemy maar zien of hij nog kan winnen. Arch Enemy heeft toch wel twee Lava Bursts in zijn deck, hè? De Herald Volage. Summon a 1-1 copy of each of your other minions. Ja, die zien we niet zo vaak. En dat heeft een reden, want het is niet zo'n goede kaart. Ik heb hem letterlijk nog nooit gezien. Het is goed tegen, met Death Rattles en zo, want dan summon je meer Death Rattles. Hij heeft hem nu gepakt. Het nadeel is dat je je bord vol gooit met bende. Nog meer schapen. Ja, precies. Nee, hij cijfert al denk ik de 5-5. Maar wat vind je ervan dat Arch Enemy ervoor heeft gekozen om niet te treden in de 3-2? Met 4-4. Dat is me even ontgaan inderdaad, maar wel slim. Ja? Niet bij stilgestaan. Maar nee, want heeft al Demon Rod gezien. Ja. Dus het maakt niet... Nee, ik vind het helemaal niet slim. Om, als hij om Twisting naar daarheen speelt, maar ja, dat doet hij niet. Dus dan moet hij gewoon... Kijk hier, de Herald Volage. Ik vraag me af of die 1-1 Ooze ook tot heeft. Ja, oh? Dat heeft hij. Dat wist ik niet. Dat is wel leuk. Hebben we ook weer wat geleerd. Detail. En dat is een... Ja, dat is een kaart. Het is oké. Okay. It's something. Gewoon een totem. Ja, maar nu zie je gewoon dat de Job op value aan het winnen is. Want hij moet hier nu smorken. Like, hij zit op 21, dus als je 9 damage doet, zit hij op 12. Ja, nee, dan ben je er nog steeds lang niet. Dan maakt niet uit hoeveel Love Burst je in je deck hebt zitten. 2. Maar dat maakt niet uit. Nee, ook al waren het er 3. Ook al waren het er 3. Dan moeten ze allemaal 3 pakken en spelen. Ja, en Shaman heeft geen Arcane Intellect. Voor de heal? Ja, niet expres gedaan. Niet? Nee, dat mag alleen als je Justicar hebt gespeeld. Justicar zie ik ook nooit meer. Dat komt omdat Control Warrior het enige deck waar en Paladin. Oh, ik heb hem wel gezien, bij een Priest. Oké, okay, bijzonder. Een Rhino Priest of ja. Wat? Ja, dan kan ik me voorstellen. Maar over het algemeen werd alleen in Control Warrior en soms in Paladin gebruikt. Maar ja, Paladin is uit. En Control Warrior is ook niet zo heel goed momenteel. Omdat je, ja, Rhino is gewoon beter. En Piraten Warrior ook. Ja, hij gaat hier op de Value Tour. Want er is toch geen AOE, maar daar is de AOE. En dat is ook de game, want hij kan hier het hele board mee clearen. En dat en nog een 5-5 Arch Enemy. Instant? Ja. Ik denk dat het 3 seconden duurt. Nee. Na de spray. 1, 2, 3. You win this time. Kom, laat me niet hangen hard. Ruud, je kunt... Nee. Het moet anoniem blijven. Heeft hij nou BM niet aangevallen? Oh, nee, het valt nog mee. Oh, dat vind ik zijn kaart. Zero power. Ja, dan moet hij tap nemen. Maar waarom speelt... Waarom speelt hij nog door? Nou, omdat hij denkt van ja, als ik concede, dan heb ik ook verloren. Dus kan ik beter doorspelen. Maar dit is ook poep. En nu gaat hij wel conceden, denk ik.
Nee, ik denk dat het voor de heel gaat. Ruud, please. Doe dit ons niet aan. Mensen zijn heel enthousiast in België over vrouwen met een bepaald beroep. Ja. Dat gaan we niet noemen op stream, want dat is... En jullie mogen raden welk beroep. Zo hé. En als je goed luistert, kan je het misschien wel horen. Dus laten we even stil zijn. Ja, nee, juist niet. Want anders hoor je het niet, want we hebben het nooit gegeten. Oh ja, nee, ja, laat maar. Kijk, dit is... Het rijmt op boeren. Ja, dit is een bom classic. Ja, dat is wel waar. Het rijmt ook op snoeren. Moeren. Doeren. Doeren. Toeren. Oh, netjes. Netjes. Roeren. Roeren. Oh. Ja. En je kan ook... Dat kunnen... De baan in kwestie kan ook roeren. Wat? Het beroep in kwestie kan ook roeren. Laten we daar niet gaan. Dat is al hele Engelse en Nederlandse vertaling trouwens. Laten we daar niet gaan. Lekker bezig. ECV Livia. Oké, maar we hebben de forfeit niet gemist. We zijn lekker bezig. Maar nee. Ja, Robert luistert dan afgeleid. Niet eens meer. Nee, hij staat afgeleid. Oké, dus we hebben gezien dat de Warlock won van de Warrior. Dat kostte een shaman. Dat kostte me veel te veel moeite. Tof. En ondertussen denkt mijn kookkast hier, ja, laten we gewoon maar het spel verlaten. Oh, ik weet niet hoe. Hoe dan? Ja, je had op escape gedrukt met je, toen je ging schrijven. Dat kan. Ja. Maar het is weer rustig in de zaal? Ja, het is weer rustig in de zaal. Het is ook rustig op het scherm, want Joppe is preparing to battle our friend. En ondertussen zien we dat ook dat Sidetracks legend is geworden. Ja, nou, gefeliciteerd Jorik. Gefeliciteerd Jorik. Shoutout naar Jorik, ja. En Mattie, die binnenkort naar Amerika verhuist. Ja, en daarna niet hier kan komen casten. Nee. Unlucky. Feels bad, man. Dus gaat hij maar het hele weekend hard zo spelen. Ja. Dat een beetje hypocriet. Dat vind ik toch wel jammer, Jorik, als je dit hoort. Een beetje jammer. Oké, laten we weer focus op de game. Ja, oké, dus we hebben... Oh, ik zie een goede hand voor Arc Enemy. En een ook wel decent hand voor Joppe. Ik denk dat hij de linker 3 kaarten weg gaat gooien. Dus ik denk de linker 2 kaarten. Ik denk dat hij alleen het babbelende boekje houdt. Oh ja, en ja, Legend is gelijk maar offline. Ja, doel bereikt. En Arch Enemy die houdt ook alleen maar zijn rechterkaart. Want dat is een piraat en hij wil er graag een wapen bij, want dat past zo lekker. Afhankelijk van welk perspectief je kaart. Ja, als je je hoofd omdraait is het de linkerkaart. Ik bedoelde meer dat als je wel zijn perspectief hij heeft alles gehouden. Maar hoofd omdraaien werkt ook. Ja, hij wilde de kans op patches minimaliseren, denk ik. Zou ook nog kunnen. Ja, hij denkt van ja, deze hand is eigenlijk best wel prima. Dus wij tegelijkertijd, naast deze match wordt er een andere match gespeeld. Voor is dat de, zo? Voor de... Dat weet je niet. Zou er een andere match theoretisch gezien gespeeld moeten worden? Ja. Tussen magisch wiet. En de schone bandiet. En de schone dat bandiet. Rijdt. Ik hoop van harte dat ze me nog een keer uitnodigen om hier te komen casten. Ik ga dood hier. Oké, verstandig. Oké, dus we zitten hier op 2 mana voor Joppe. Sorry dat het niet altijd even serieus is. We zitten hier op 2 mana voor Joppe en hij denkt zo, ja, wil ik die Kaba Courier spelen? Yeah. Ja. Maar ja, aan de andere kant, ik heb Volcanic Potion, dus als hij met de 3-4 in de 2-2 treedt, dan is alles 2 HP en dan gaat alles dood. Ja, hier pak je de polymer voor. Hij pakt hier de kabelcourier. Nee, dat is niet correct. Nee. Oh wel. Oké, nou ik denk niet dat het correct is. Het is wel correct, maar het is niet correct. Hou eens op met jouw spelletjes, Floris. Oké, ik denk dat hier gaat een totem, de healing totem wel te verstaan. En dan als het tont is, dan gaat hij gewoon face. Waarom is de polymorph war tegen de 7-7? Ja. Maar we hebben nog geen 7-7 gezien, dus jawel, dat wil hij wel. We hebben al wel een 7-7 wel eentje, gezien. Ja. Die heeft hij toegeschaapt. Kill me, please. Hij gaat hier voor de kijk. Huh? De vlamtong totem. En dan trade ze piraten, want hij denkt, ja, die setup voor Volcanic Potion, die heb ik wel door. Dus dat gaan we dus niet doen. En ik denk dat we hier een ijsblok gaan ik zien. Ik denk dat we nog een courier gaan zien. Maar dat kan ook nog, ja. Er is iemand echt heel enthousiast over vrouwen met een bepaald beroep. Ja, hier zien we dus de tweede Kaba Courier, created by the first one. En ik zie daar een Frostbolt. Oh, dat is wel heel lekker. Nee, je gaat niet de Mindblast of de Flame Hymn pakken. Dat is niet
toevoegend genoeg. Beetje een matige turn? Nee, je kan gewoon. Nee, ik denk dat het wel een goede turn is. Je gaat gewoon full overload. Of, je hebt ook nog geen. Heb je al, ja, je hebt al wel patches gezien. Je gaat gewoon full overload. Ik denk dus Feral Spirit met Lightning Bolt op de 2-2 om je board zo healthy mogelijk te houden. En dan gewoon te gaan. En dan gaan. Want Volcanic Potion heeft geen nut. Correct. In dit geval. Het is een goede kaart hoor. In Rhino Mage. Hij kan dan ook gewoon negeren. En geen Lightning Bolt spelen. Oh wauw, hij speelt wel een beschermende list hierop, want de Ice Barrier zie je niet in elke Rhino Mage list terug, zoals die van mij. Die van mij is namelijk niet zo goed tegen aggro decks, waar ik ook achter ben gekomen in dit toernooi. Ja, dat is jammer. Je kan ook Frostbolt Ping hier doen, maar ik zie niet in wat dat precies zou oplossen. Dus ik gok dat je voor de Ice Barrier gaat, maar dat voelt ook een beetje als uitstel van executie, denk je niet? Dat denk ik wel. Dus ik denk Frostbolt Ping. Toch nog. Ja, dan kan je de twee dons clearen. Zoiets decent, maar ja, dan speelt Arch Enemy gewoon een break en dan is hij nog steeds blij. Of wil je niet gewoon de Flamethrower clearen met Frostbolt? Ja, blijkbaar wel. Blijkbaar is dat verstandiger. Want ik ben niet zo'n goede speler. Au. Ik sloeg net tegen de tafel aan met mijn vinger. Dat deed pijn. Ik denk dat de kijkers dat mega interessant vinden om dat te weten. Ik nee, maar ik denk ja, als iemand opeens ouwe roept, dan moet het toch wel even worden uitgelegd. Ik denk dat hij op de niet de Dirty World gaat spelen. Ik denk wel dat hij op tijd klaar is met zijn beurt voordat het een rope is opgebrand. Hij valt niet aan, dat vind ik een creatieve oplossing. Die heeft iets van, ja. Maar daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ja, ik denk dat hij in hij denkt nu, ja, Arch Enemy gaat nu niet met 2-2 clearen, want dat is dom. Dus dan kan ik traden in de 2-3 en dan heb ik een betere Volcanic Potion. Dat is bijna waar. Waar het niet dat Arch Enemy al lang door heeft dat hij een Volcanic Potion in zijn hand heeft. Dat is niet de totem die hij zou willen zien daar. Had hij liever een healing totem? Hm? Liever een healing? Ja, dat denk ik wel, ja. Had hij niet heel veel aan? Jawel, dan kon hij de 3-4 aan de 2-2 treden. Ja. Dat was marvelous geweest. Ja, maar dan word je wel gerekt door Thelmos Potion. Dat moet je niet onderschatten. Ja. Gaat hij de 2-2 in de 2-2 clear treden, Do? Probeert met zijn eigen ton te gooien. Ik denk dat hij moet treden, omdat hij de hele tijd al om de Volcanic Potion heen speelt. Maar ja, like Volcanic Potion doet nog steeds hetzelfde, hè? Want je krijgt er een ping bij. Maar hij gaat wel voor de trade. Arcane Intellect is wel een decent kaart, maar want je begint heel erg low te raken en je wilt toch wel even die Rhino trekken binnenkort. Aan de andere kant, hoeveel damage zien wij in de hand van de Arch Enemy? Nou, dat is niet mals, dat is 11 damage. Dus als hij een wapen pakt, is het lethal. Maar nu niet meer, want hij speelt Ice Barrier. Hij had ook Ice Block kunnen spelen, maar ik denk dat Ice Barrier hier inderdaad de betere keuze is. Want we gaan nog niet hem neergewerkt zien worden met alleen maar speldamage. Dan zou hij namelijk heel hard gerekt zijn. En ping op de 2-3 lijkt me. Ja, toch weer opzetten voor die Volcanic Potion. Maar stiekem kruipen we nu ook al in Flame Strike Range binnenkort. En daar is het wapen wat de lethal zou zijn geweest. Maar is het nog steeds lethal? Ik denk het niet. 21 HP. Dat is geen lethal. Dat wordt hem niet. Maar ik denk wel dat je de Azure Drake speelt. Wacht even, je hebt 5, 9, 13, 15, 18. En het wapen. En dan ga je gewoon face. Dus dan doe je 8 damage in zijn gezicht. Wat precies betekent dat hij weer op 13 HP is. En als je hier kijkt, we zien dus dat Joppe een Rhino Lock en een Rhino Mage heeft. Wat zal dan zijn Warrior zijn? Pirate Warrior, heel goed. Van Joppe? Ja, 100% zeker. Ja, maar niemand speelt dan iets anders dan Pirate Warrior. Ja, er zijn een paar Dragon Warriors hier. Echt? Ja, dat is een soort trage Pirate Warrior met minder piraten, meer draken. Dat heb ik nergens gezien. Nee, dan had je Magic Weed moeten casten. Die speelt Dragon Warrior. Ja, het is heel raar. Links van mij heb je twee jongens die in allemaal rare houdingen op de foto's gaan. Gaan de jongens in rare houdingen op de foto? Ja. Of is het meisje dat ze fotografeert in een rare houding om te fotograferen? Nee, het eerste. Oké. Okay. Ja, nee, ik kan het niet leuker maken dan het is, dames en heren. onze stream manager is enigszins agitated. We zien hier de ijsblok doorkomen en het wapen gedestrooid worden. En dat is toch vervelend. Joppe, of Arch Enemy weet ook wel, ja, een tweede secret, dat moet dan wel een ijsblok zijn. Ijsblok.
Wat wel jammer is nu natuurlijk dat die piraat niet wordt getriggerd. Maar de Archer nu misschien wel wordt getriggerd. Floris zag wel ver aankomen. Dus de vraag is... Hoe kunnen we Joppe op 1 HP zetten en ook nog beurzen overhouden in onze hand? Ja, dat kan. En het board clearen. Kan dat ook? Ja, dat kan ook. Niet per se trouwens. Lava burst face. Drake face. TT face. 3-4 face. 7, 8, 9. Een lightning bolt. Oh ja. Maar niet in die volgorde zou ik zeggen. Ja, dat is ook niet altijd tactisch. Tenzij hij twee lightning bolts wil gaan gebruiken. Maar twee lightning bolts is ook echt niet handig, want hij doet 4 damage. Ja, precies. Dus ergens is hij niet goed gegaan met tellen. Nou, aan de andere kant maakt het niet zoveel uit. Maar ja, een lightning bolt doet toch 3 damage. Wat gaan we hier zien? Hij moet nu Rhino topdekken op Kazekus om nog een kans te hebben. Dat is mind control deck, dat is niet genoeg. Nee. Wat betekent dat het game is, denk ik. Hij gaat waarschijnlijk flamestrijken, hopen dat er geen burst is. Maar hij weet stiekem in zijn hoofd ook wel dat er wel burst is. Dus ik zie hier geen out voor Joppe. Wat hij ook zou pakken uit Arcane Intellect. En Floris is zo overtuigd dat er geen out is. Dat hij alvast een vinkje bij de shaman zegt van Archen. Nou, ik zou zeggen, dit is waarom je shaman bent. Ja. Maar ja, dat zou je elk deck kunnen zeggen wat een game pakt. Ja, maar ja. Het is wel dat dit wel heel versatile is. Ja. Nou, dat is dus game. En als je geen Rhino pakt, dan is het een moeilijke tijd voor een Rhino Mage. Dan is het gewoon een Mage, zoals we al eerder aangaven. Ja. Dat was echt een geweldige constatering. Ja, oké. Dus we hebben nu nog de Mage en de Warrior over voor Joppe. En we hebben de Warrior en de Rogue over voor Arch Enemy. Ik hoop heel erg dat Arch Enemy de Rogue gaat spelen. Wat is een leuk deck. Ja, jij kent dat deck 100%. Ja. Ik weet, ik kan alle kaarten opnoemen die erin zitten. Dat is best wel knap, want er zitten heel veel one-offs in. Niet zoveel als in een Rhino-deck. Dan zou je Rhino erbij kunnen spelen. Hebben ze wel Rhino geprobeerd met andere... Wat? Dan Mage en Warlock. Ja, Priest bijvoorbeeld. Ja, en Priest. Rhino ook ofzo. Nee, want de goede kaarten zijn class-bound aan Priest, Mage en Warlock. Dat is die Cabal-faction, zeg maar. Die triple discover. Ja, bijvoorbeeld. Dus ja, Rhino Mage is een ding. Dat is een ding. Ja, die had wel genoemd. Nee, dat ik zit. Rhino Mage. Uit is inderdaad een ding. Te kletsen. Ik ben blij dat je dat na een heel weekend. Want eigenlijk alleen maar Rhino Mages. Ja, maar misschien komt het gewoon omdat ik getraumatiseerd ben. Omdat mijn Mage nooit Rhino pakte. Ja, jouw was gewoon een Mage. Ja, oh. Dus bij mij was, ze spelen de Pirate Warrior Mirror. Nou, je kan veel zeggen, maar dit is ook een hele leuke matchup. En dat vindt niet iedereen. En die zegt dan, ja, maar aggro is dom en het is gewoon face gaan. Gaan we in deze match laten zien waarom dat niet het geval is. Hopelijk. Je zat wel hoog in. Ja, maar we zien dat ze beide een goede starting hand hebben. Een geweldige starting hand. Arch Enemy iets beter. Nee, het is echt allebei gewoon godlike starting hands. Met de Buccaneer, zou ik zeggen. Beter ja. Dan Sos First Mate. Stel dat Arch Enemy nu de patches drawt, dan heeft hij gelijk een 20% minder winkans in deze matchup, hè? Dat is statistisch bepaald. Heel veel games, like 8000 games of zo. En wat vind je ervan dat hij in Sos First Mate speelt, in plaats van de Buccaneer? Ja, snap ik. Ja? Ja, want dan kan hij gelijk dealen met zijn opponents, zijn opponents Buccaneer. Dat is een prima draw trouwens. De Winnox. Ja, ik denk ook dat Arch Enemy hier voor zijn eigen Nuzzle's First Mate gaat. Om allebei de piraten te clearen. Maar ja, hij kan... Ja. Ja. En dan kan hij daar Coin Buccaneer bij doen. En dat doet hij ook. Want, wat ik dus wilde aangeven, je gaat niet alleen Smork, want dan zou hij nu gewoon Smork gaan. Nee, je gaat voor board control op deze matchup. Ja, als jullie want ooit... degene die de board control pakt, die wint. Ja, die doet namelijk veel meer damage. Als jullie ooit Zoo hebben gespeeld, dan zou je kunnen weten dat Zoo niet alleen face kan gaan. Sterker nog, Zoo is juist gebouwd om te traden heel goed. Mensen zeggen altijd, oh Zoo, easy deck, maar dat valt wel tegen. Of mee. Dat is net hoe je het ziet. Precies. Perspectief, dit is een interessante situatie voor Arch Enemy. Moet hij off-curve spelen of gaat hij gewoon zijn Warhawks gooien? Oh, de South Sea deck aan het topdeck van Joppe. Had ik gemist. Ja, die was wel handig, of niet? Ja, dat kan hij mooi de 3-2 mee clearen. Ja, en dan had hij ook nog een Buccaneer's hand om de curve op te vullen.
Ja, hij gaat denk ik gewoon voor het wapen, want dan heeft hij zo meteen die piraat en de andere piraat. Goed verhaal. Zo, hey. Goed verhaal. Lekker. Nee, en daar bedoel ik natuurlijk mee, als hij de 3-4 trekt die je wapen upgrade, waarvan ik de naam kwijt ben, dan wil hij die gaan spelen. Maar dat kan niet, want hij heeft maar 3 mana. Dus hier ga je nu... Oh, wauw, dat is ook een kaart. Dat is zeker een kaart, maar... Wat, zijn tegenstander heeft hoeveel damage op zijn wapen? 2, toch? 2 attack op zijn wapen. Precies, dus je kan hier gewoon de Frothing spelen en traden. Maar ja, dan heb je niet je upgrade gespeeld. Maar hoeft ook niet. Dat is zeker waar, dat is blijkbaar niet nodig. Want nu forceer je Joppe dus om de Heroic Strike te gebruiken. En zie je hoe weinig ze hier face gaan. Dat is echt niet normaal. Ja, je kan nu wel je South Sea Captain spelen, maar dan gaat hij dood. En dat wil je ook niet. Nee. Dat wil je zeer zeker niet, ja. Dit is ook gewoon omdat je zelf ook nog moet face tanken. Ja. Als je nou gewoon zie je wel dat Arch Enemy iets meer getraind heeft met zijn face. En dan weten we ook, want hij heeft zijn War Axe gepakt. Ik denk dat we hier een South Sea Captain gaan zien. Ja, vrij zeker. Met de deckhand? Nee, geen deckhand. Met de upgrade? Nee, helemaal niks. En dan gewoon hopen dat je een wapen pakt. Ik denk gewoon een kale South Sea deckhand. Niet deckhand, South Sea Captain. Ja, die deckhand komt ook uit de Zuiderzee. South Sea. I know, ik was alleen gewoon stil. Hij speelt wel de deckhand trouwens. Maar om terug te komen op de punt. De Zuiderzee is natuurlijk in Nederland het IJsselmeer. Heel goed. Wist je dat niet? Nee. Weer wat geleerd. Ja, het is echt zo. Het Nederlandse IJsselmeer was vroeger... Jawel, dat wist hij wel. Het was vroeger de Zuiderzee was. Het schudt zo, dus ik twijfel toch of hij dat wist. Ja, maar... kijk er eerst heel erg overtuigd aan. Ja. Ja, dat wist ik. Maar, maar toen hebben ze het ingedampt met de afsluitdijk. Ja. En sindsdien is het geen zee meer. Dus is het een meer geworden. Ja. En het ligt bij de IJssel en mond erin uit is IJssel. Ja, niet meer een zee. Wauw. <Wow. laughs> Streammanager facepalmt ook even. Ja, dus kijk naar dus de mogelijkheden om uit te muten. Dit is een beetje topdeck wars is het nu geworden. Maar ze zitten allebei nog gewoon op een decently high HP. En normaal gesproken wil je dus juist als Pirate Warrior je tegenstander dood hebben rond deze turn. Maar nu is dat niet zo heel relevant. Wil je het ook? Ja, je wil het wel. Maar ik denk trouwens dat we hier de Pirate South Sea Captain fight gaan zien. En trade. En dat Arch Enemy misschien wel helemaal gewoon niks doet. Of dubbel upgrade speelt. Maar ik denk gewoon Hero Power Pass. Ik, ja. Ik denk dat Hero Power Pass te traag is. Ik denk het ook, maar ja, wat kan je anders? Moet je dan dubbel upgrade je piraat spelen? Ja. Ja, misschien wel. Ondertussen is Magisch Wie tegen de Schone Bandiet nog niet afgelopen. Dus althans, er is nog geen score ingevoerd, dus daar kunnen we jullie ook geen updates over geven. Nee, ja, Magische Wie zie ik zo niet zitten. Nee, misschien ziet hij het ook niet meer zitten inmiddels. Dit was onze stream manager. die gaat zo meteen op zoek naar een touw. Dat doet hier in het spel ook de hele tijd. Dus, Nee, dat zijn de spelers natuurlijk. Terug naar de game. Ja, we zitten nu in Top Deck Wars, dus wie top deckt het beste? Dat is... Corcoran Elite, goede kaart. Zeker, en het is een 2-3 wapen. Ja, dus dat heb je niet zoveel aan tegen de Corcoran Elite. Dus trade je dan of ga je gewoon full smork hier? Ik zou gewoon full smork gaan. Ja, want hij trade wel. Daarom. En als hij niet trade, dan ga je nog meer smork. Ja. Ik denk dat ik me daar wel in kan vinden. Gelukkig. Het is wel leuk hoe we heel lang nadenken over hoe één kaart gespeeld kan worden. Maar ik zeg het dus, deze mirror is een moeilijke matchup en hij besluit toch iets anders te doen. Like, je hebt 2 opties en we kiezen de verkeerde. Hoe goed zijn deze spelers? Dat betekent dat er 3 opties zijn. En hier wordt hij gepunished voor zijn upgrade play. Vorige turn. De turn ervoor. Nee, de vorige turn. Nee? Kijk dan hier dan. Vorige turn. Misschien ook niet. Nee, wat een turn ervoor. Oh shit. Nee. Wat heeft hij dan vorige turn gepakt? Wat hij... Nee, never. Nee, hij had 6 mana. Dus hij heeft upgrade, pirate, into armor up gedaan. En daarna getrade. Ja, oké, nee. Dus dat was volgende turn. En hij is gepunished. Ja. Dus, de top decks are real. Nou, ja, dit is wel skill.
Ja. Ik had geprobeerd om uit te leggen waarom dit een match is waar je niet alleen maar smork gaat. En dan wordt het zoiets. Dan wordt het gewoon full clown Fiesta. Waar je nu al je wapen nog een wapen trekt. Ja. Ik denk dat dit wel een forfait is. Forfait? En dus is Arch Enemy... Ja, de warrior is klaar voor Joppie. Joppe. Excuus. Joppie, dat zou het in Nederland zijn. Ja. We denken net een hele slechte grap. Wat? Die gaan we niet maken op stream. Nou, dat is jammer voor jullie thuis. Ja. Maar het heeft te maken met een slechte openingszin. En dan kan je zelf wel invullen verder. Juist. De volgende matchup gaan we Job als Major zien. Dat is nog een slechtere. Oké, en dan zie je dus van Arch Enemy, is een Rogue of een Warrior? Nou, ik denk dat hij met de Rogue iets meer confident is tegen de Mage dan met de Warrior. Dus dan zal hij waarschijnlijk openen met de Rogue. En ik hoop gewoon heel erg dat we die Rogue nog even kunnen zien, want ik vind het zo'n leuk deck. En hij ook. Ja, heeft hij dat verteld? Ja, hij shared mijn passie. Voor dit deck. Oké, nee, dat is goed. Maar we gaan hem zien. Kijk, hij heeft een heleboel Murlocs in zijn hand. Die gaat hij allemaal wegdoen. Ja. Daar heeft hij nog helemaal en niks aan. En de koppel doet ook weg. Joppe, die houdt denk ik de Cabal Courier. Ja, maar de rest doet hij weg. Misschien dus dat hij de ijsberg houdt. Dus 6 van de 7 kaarten worden weggedaan. Mogelijk. Nee. Jij bent wel heel zeker van jezelf. Ja. Hoeveel leggen we erop? Een blikje Red Bull. Die je gratis mag geven aan mij, of niet? Hoezo gratis? Je had gelijk toe. Nee, je per. Oh, 7 van de 8. Dat klopt niet. Dat kan niet waar, maar ze zijn 6 van de 7, toch? Ja. Hoe wist je dat? Ik dacht echt dat hij de Cabal Courier zou houden. Ik ook. Heb je gewoon verkeerd geteld? Nee. Oh, hij heeft de Cold Blood gehouden. Arch Enemy. Ja. Dat had ik niet verwacht. Nee. Oh, heb je gewoon gelukt, jongen. Ja, net alsof je Hearthstone speelt. Ja. Dat is ook alleen maar lukt. Ja, ik had ik mee moeten doen. Ja, nou, dan had je wel kaarten moeten hebben. Nee. Nee, je hebt dus die dude. Die Senkouberg, dat is een vriend van Chinois, die is Belgisch Pokémon kampioen. Die heeft letterlijk 50 games voor Hearthstone gespeeld voordat hij hierheen kwam. Ooit, like max. Hij had niet alle kaarten en zo. En toch is hij door de poolfase heen gekomen, heeft hij smooth uitgeschakeld, heeft hij het assets nog knap lastig gemaakt. Best ja, wel knap. Dan ben je dus best wel een goede speler. Ja. Ze spelen met potentie zou ik zeggen. Ja, maar de vraag is... Gaat hij door met Hearthstone? Exactly. Ja, dat weet ik niet. We zien ondertussen in de game... Dat Joppe's hand niet echt is om over naar huis te schrijven. En ik ken dat gevoel wel. Want ja, als je geen Rhino hebt, dan voel je je toch een beetje onzeker met dit deck. Ik denk ook dat we hier een, ja, gewoon een hero power gaan zien van Arch Enemy. Wat, waarom hover je er overheen? Oh, is er een losse patches? Nee, hij speelde die kaart, er kwam een patches uit. Dat is het bliksempje, zeg maar, van de patches geactiveerd. En nu heeft hij aangevallen. Daarna is de patches gepinkt. Je stikt gewoon bijna. Ja. Tijdens het uitleggen. Door jou. Nee, maar we gaan hier gewoon Hero Power zien, denk ik. Hij denkt, ja, ik wil eigenlijk ook wel Coin SI doen. Dat voelt wel als goed. Als Swashburger Coin ja. Hero Power. Hij heeft niet aangevallen. Ik wilde zeggen, hij heeft niet aangevallen. Dat is terecht. Want ja, je weet niet of hij volgende turn gaat aanvallen. Maar ja, blijkbaar weet hij dat ja, wel. Ja, want hij wil de Swashburger met Hero Power spelen. Ja, ik denk het ook. Maar hij had ook gewoon Coin die 4 mana piraat kunnen doen. Naga Corsair, heel goed. Die run jij ook? Yes. Dit is namelijk hetzelfde deck als wat ik run. Daarom bedacht ik ook de optie om dat te spelen, maar dat terzijde. Ik denk dat hij hier gewoon de 1-1 kleert, of eerst aanvalt, 1-1 kleert en dan zijn standaard zijn oude plan gaat uitvoeren. En dat hij gewoon graag die Finja op wil leggen volgende turn. Dus dan doe je eerst dus de Swashburglar. En je kan natuurlijk ook nog kiezen om gewoon Coin SI te doen daarna. En daarna de Naga Corsair te spelen volgende turn. Dat is ook wel een goede play. Er zijn best wel wat opties. Ja, er zijn veel opties. Maar daarom maar ik vind Swashburglar. Maar daarna de wat krijgt hij? Frostbolt. Oh, dat is een hele slechte kaart. Anomalous. Ja, die heb ik al eerder gezien vandaag. Ik niet. Ik ben er best wel blij om. Wauw, hij gaat full smork. Hij heeft dus dan... Jij geen... Removal jij hebben. Geen, Ja, nee, dit is weer een slechte draw trouwens voor Joppe. Ja, maar dat wel is ook niet stammen. De top draw. Ik denk dat hij de 5-2 gaat fireballen. Ja, niet polymorphen? Of hij gaat, nee, of hij gaat de Water Alley spelen. Nee, nee polymorphen is altijd beter dan fireball. Water Alley is te traag. Ja, want dan word je gewoon nog een keer gesmoord.
We zien ook natuurlijk de Eviscerate in de hand van Arch Enemy, dus dat is nog meer damage. En de SI, dat is nog meer damage. Dus dat is toch alweer 6 damage uit de hand, plus 6 op het bord, dat is 12 damage. Plus nog 2 bonus van het wapen. Ja, maar dat is weer een turn later. Afhankelijk. Nee, dat is niet mijn om alles te spelen. Helaas, Floris. Nee, maar je doet liever Warpen op dan SI. Want dat is een bonus damage. Zeer waarschijnlijk. Nee, 100% zeker. 100% zeker. 3 is meer dan 2. Dat is ook 100% zeker. Look at the time, zegt Khadgar. En Joppe die heeft zoiets van, ja wat moet ik nou? Ik kan wel Water Ally spelen, maar daar schiet ik niet zoveel mee op. Ik kan ook Frost nou weer spelen, maar daar schiet ik ook niet zoveel mee op. Polymorph feels bad, man. Ik kan ook gewoon 1-1 pingen, maar dan ga ik nog steeds dood aan een 7-2 kleine piraat. Ik kan ook gewoon niks doen en disconnecten en de turn ten einde laten gaan. Maar dat lijkt me niet optimaal. Weet jij wat er in de regels staan als er gedisconnect wordt? Kan jij even polsen? Niet de regels, maar of er een disconnect plaats heeft gevonden? Nee, want hij hovert nog. Ik denk dat wij gedisied zijn. Ik ga even proberen opnieuw te joinen. Ja, het is een beetje maf dit. We gaan even kijken. Nee, we zien toch nog steeds hetzelfde beeld. Het voelt een beetje alsof we mega hard getrold worden hier. Ja. Oh, ze zijn allebei gedeceived. Oh, dat is wel eerlijk. Ja. Nou, ben ik benieuwd. Dit is toch weer het internet wat we hier in eerdere edities wel zeerder hebben gezien. Oh kijk, en Arch Enemy die zegt dat hij gedeceived is, maar... En er staat ook in de competition rules, en dan moet ik even kijken, disconnect. Whenever a player disconnects, remain at your seat until the game is over. There's always a chance the player might reconnect after the game finishes, call for an admin. If the disconnect is caused by a known technical issue at the venue, a rematch of that game is in order. Dus als het inderdaad het geval is dat hij op hem verliest, omdat het een known technical difficulty is, dus dat iedereen even geen internet had, dan komt er een regame. Maar moet iedereen... technical difficulty hebben om een known difficulty te zijn. Want dat creëert natuurlijk speling. Dus dit is balen voor Joppe natuurlijk. Want hij heeft nu gewoon verloren omdat hij een turn geskipt heeft. Anders had hij 7-2 kunnen fireballen. Klopt, dat kan nog steeds. Ja, en hij heeft de Rhino ook nog gepakt. Nee, dat is wel niet. Heel zuur. Hij heeft alleen maar Wall Element opgespeeld. Ja, nee, dat kan niet meer. Waarschijnlijk deelt het voor life. Nou, ik hoop het niet voor hem, want hij moet hierna nog een game spelen als het... Het lijkt alsof hij weer een disconnect. Nee, ik denk dat hij gewoon tilted is. Of aan chat is met Arch Enemy. Over van, ja, wat moeten we nu... Met Arch Enemy, ja, lees de regels. Ja, ik ben benieuwd hoe... Wij zijn geen admins natuurlijk, dus wij houden ons niet bezig met de regels. Ook heb ik hier natuurlijk wel een mening over. Ik heb hier ook een mening over. Namelijk? Gewoon een remake van deze. Ja. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat Arch Enemy in een positie zat dat hij niet meer kon verliezen. Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar daar ben ik het niet mee eens. Dat is... Ja. Hij had geen lethal op bord, I guess, dus... Ja, dus dit is een interessante kwestie. Ja, en mooie voor de admin. Ik weet niet of... ik zie trouwens dat de schone bandiet ondertussen een battle aan het doen is met een vriend. Dus dat zal wel onze match zijn, de andere match. Dat is dus niet onze match. Nee, dat is zeker waar. Maar kan jij even Joppe poken? Ja, dat kan ik. Dus dat heb ik mij gedaan. En Arch Enemy ook? Nee, joh. Nee, je praat liever met Joppe? Nou, ben je partijdig of zo? Ik heb wel verloren voor Arch Enemy natuurlijk. Dus misschien een beetje. Maar hij reageert gelijk, dus dat vind ik wel prettig. Niet nu trouwens. Ik zie het, ja. Ja, nee. Ik denk dat hij misschien even naar de admin aan het lopen is. Ja, ik zie onze streamer heel verbaasd om zich heen kijken. Ja, wij ook. Denken, wat is dit? Nou, dat denken wij ook. En, de meest sexy pose van mij ooit. Ik zou me niet waarom ik op deze manier de stoel beet hou. Hallo, kijkers. Hoi. En,
naast mij is het een retard. Beetje awkward dit. Dankjewel, Floris. Erg vriendelijk van je. Ben ik. Ik ben ook zo vriendelijk. Ik zit echt te twijfelen of ik iets moet zeggen. Weet je, wacht het wel even. Nee, ik ga het ook gewoon aan Arch Enemy vragen. Ja, ik wacht het even af. In de tussentijd kunnen wij mooi de prijzen van de competitie aan iedereen vertellen. Oh, kennen we die nog niet? Die kennen we nog niet goed genoeg. Dit is zeker jouw stokpaardje van, we hebben downtime prijzen, boys. Nee, ja. Niet. Nou, de eerste plaats, 300 euro cash. En een videokaartje van MSI. Een Claymore Core van ROG. En een Claymore Core. Wat is ROG, Floris? ROG. Republic of Gamers van Asus. Heel goed. Het is in ieder geval een toetsenbord. Okay. En een stoel. Dus dat is echt een hele goede prijs. Dat is wel een goede prijs, ja. De tweede plaats is 300 euro cash. Aha. Een toetsenbord en een statue. Oh ja, ja, dat is minder. Zo'n statue. Serieus? Ja, van plastic, van MSI. Oh, dat, oké. Okay. Interesting. Dus, het is een soort van gigantische beker. Cool. Nee, het is echt zo'n klein dingetje volgens mij. Echt? Ik zou wel klikken. Ja, oké, ik ben wel benieuwd. Ja, je doet het ook zo en mensen kunnen dat gelukkig zien. Ja, nee, dat is wel het idee. Dit helpt niet echt. Misschien is die doos wel loei groot, maar het lijkt me niet. Nee, ik denk dat ik moet wel zeggen dat ik hem wel cool vind. Ja, kunnen we dit op stream krijgen? Ja, stream manager. Ja, dat kan. Ja, hij knikt wel, maar ik zie nog niks. Zo, kijk, wat die overgang. Prachtig. Nou, maar dit is dus de statue die je kan winnen als je tweede wordt. Ja, kijk, en die zit in deze doos. Ja, en ik heb er geen idee hoe groot die is. Het staat er wel bij trouwens. Ja, dit is niet handig. Ah, dit wel. Nee, maar als je sluit, dan kunnen we zien hoe groot die precies is. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Nee, naar boven. Ja, daar. Hij is 2,8 kilo. 18,9 inch. Dat is best wel fatsoenlijk nog. Hè. Dat is toch ongeveer zo hoog. Dat is ongeveer net zo groot. Dat zien ze nu niet. Kun je terug naar de camera gaan? Dankjewel. Dat is ongeveer... Zeg maar, dit is 24 inch. Ja. Dus, zoiets. Ja, nou, dat is best wel groot, zou ik zeggen. Dat is ongeveer 3 van deze pennen, zo. Dat is toch groter dan ik had verwacht, moet ik zeggen. Ja, dat is niet zo groot. Nee, maar het is wel... Maar toch de helft. Ja, 2/3 misschien. Dus dat is netjes. Heb jij inmiddels al iets gehoord van... Ik heb helemaal niks gehoord van beide spelers. Dus ik denk dat ze even naar de Edwin zijn gelopen. 150 euro cash voor de derde plaats. Mm-hmm. Thunderstorm keyboard. En... MSI neck kussens. Hoe ziet dat eruit? Kussens maar of kussens? Er staat kussens, maar het is maar één kussen. Ik denk dat het gewoon Belgisch is dan. Ja. Ja, het ziet er wel oké uit. Nice. Leuke prijs MSI, dank jullie wel. Mooie PNG. Voor de sponsor. Ja, je bent nu op stream, dus niet te enthousiast scrollen, want daar worden mensen thuis misselijk van. Maar dat was hem dus. En dat zijn de prijzen voor deze competitie. Nou, ik geef nu, dat zijn best wel goede prijzen. Dit zijn zeker goede prijzen. En... Er zijn nog meer competities, maar daar ga ik er niet mee vermoeien. Nee, daar hebben we andere streams voor, namelijk Gamers op A en B. Dus als je denkt, eigenlijk wil ik even wat Lee kijken in de tussentijd, zet Gamers op A naast deze stream aan, want we willen je natuurlijk niet kwijt. Nee. Ondertussen zijn we nog steeds aan het wachten en ik zie niks. Dus ik heb bijna de neiging om even... Ja, ik zie niks. Ja, moet je ogen open doen. Loop maar even weg. Nee, ik denk dat ik even ga lopen en vragen wat er aan de hand is. Ja, en ik blijf wel even praten. Dus be right back. Als de streamer even mijn mic kan muten, dan... Alleen zijn mic. Ja, dus dat is goed. Dus dan ben ik eindelijk van hem verlost. Kan ik nu serieus bezig. En ik zie dat ze inmiddels weer begonnen zijn. Dus dat scheelt. Nee, en dat was een grapje. Ze zijn er niet begonnen. Helaas. Inmiddels is mijn kokosser lekker aan het kijken naar... waar de admin is en wat er gaande is. Het is allemaal een bijzondere situatie. Voor deze top 6 plaats. De verliezer hiervan is plek 5 of 6. En de winnaar hiervan, die kan nog verder. Die kan nog steeds eerste worden. En eerste, ja, dat heeft mooie prijzen. Daar heb ik het net al over gehad. Daarnaast zijn er nog wel meer sponsoren. Red Bull is bijvoorbeeld een sponsor. Deze. Het glimt een beetje. En nou, Egbert is geen sponsor. Maar ik drink wel veel koffie hier. En koffie is gewoon heel belangrijk. Zeker omdat iedereen van jullie natuurlijk vannacht tot en met 5:30 heeft gekeken. En jullie sliepen lekker uit waar ik in de ochtend er weer stond. En we gaan weer verder. Dus ik ga dit lekker in mijn eentje doen. Ik heb Livian daarvoor niet nodig. Livian die komt al als een mogoltje aangerend. Net Mr. Bean. Mr. Bean, traplopen idee, zeg maar. Vast kennen mensen dat Mr. Bean onder een tafel
net doet alsof hij van een trap afloopt. En Mokokasa doet zijn headset op. Heel fanatiek hier naartoe gelopen. Hij heeft direct het probleem opgelost. Heel erg netjes. Ik kwam er aanlopen. Ben ik alweer geunmute? Ja. Ik kwam daar aanlopen en ik zie zo dat ze net de game beginnen. Zie je als een mannen terug. Letterlijk als een man. Als ik al harder kunnen rennen, ja, nee. Maar ik vond het gewoon grappig. Ik zag het. Okay. En het staat nog steeds 2-1 of niet? Ja, denk het wel. Nee, waarom trouwens? Hij speelt toch geen Rogue nu? Nee, dus dat... Dus misschien waren het toch 2-2 denk ik. Je hebt niet even gevraagd... Nee, want ze zijn net begonnen een nieuwe game. Dan ga ik ze toch niet storen. Kijk. Maar je hebt ook een chat. Dat is waar. Geen antwoord. Daar kan je dus we ervan uitgaan dat het 2-2 is. Ja, we houden het gewoon lekker in de stream zo. 1 of 2. Nee, ik vraag het wel even aan Joppe. 2-2? Vraagteken? Scoren nu. Meest subtiele manier van vragen. Dat anyway. 2-2, inderdaad. 2-2. Dus live editing op de stream. Nee, maar dat is een lucky voor Joppe. Een lucky, maar hij stond er ook niet heel chill voor. Maar die Rino Doll had wel alles kunnen veranderen natuurlijk. Alles had kunnen, veranderen. Had kunnen veranderen, ja, maar het gaat niet door. Dus je kan een vinkje zetten bij de Rogue van Arch Enemy. Jammer genoeg een vrij korte game, maar ik denk dat hij best wel blij is. Ondertussen heb ik even gevraagd trouwens bij Magic Wheat hoe het staat. Hij stond 2-1 achter tegen Schone Bandiet. Magische Wheat. Ja, Magische Wheat, 2-1 achter tegen Schone Bandiet. Ja, en Schone Bandiet een... Een speler voor mijn insaniteit? Mijn gekheid. Mijn gekheid. Denk ik. Volgens mij, ja. Ja. Zoiets. Anyway, laten we maar. Ondertussen gaan we naar de game kijken. Oh, een Frostbolt topdeck, dat is toch wel chill. Ik denk, maar, ja, ik ga eerst kaartjes pakken. Want ja, als die Frothing niet gebufft wordt, vind je het helemaal prima. Maar enigszins laat. Ja, Doomsday is inderdaad een beetje aan de late kant. Ik denk dat we hier een tweede Frothing gaan zien. Ja, dan kan je echt niet meer dingen gaan Frostbolt slash pingen. Want dan krijgt die andere alleen maar meer damage. Dus wordt er dan een Polymorph gebruikt, denk je? Nee, ik denk toch dat hij voor de Frostbolt ping gaat hier. Hij gaat sowieso niet voor de Doomsday. Dat lijkt me echt een uitermate slecht idee. Heeft hij al een piraat gespeeld of zo? Dus weet je dit? Nee, dat weet ik niet. Ik weet ook niet precies wat je zei, want er zat iets op mijn bril en ik werd... Oh wauw, je wordt compleet afgeleid doordat er iets op je bril zit. Nou, fijne co-caster ben jij. Nee, ik zei dus dat je hier niet echt Frostbolt ping wil gaan doen meer, want ja, dan wordt die andere alleen maar gebufft. Zeker waar. Ja, dus maar speel je dan... Ja, toch de Polymorph inderdaad, dat vermoeden had ik al. Is waarschijnlijk de beste play. Ja, dat denk ik. Had ook voor de Doomsayer Frostbolt kunnen gaan. Ja, maar dat treed je ook wel makkelijk weg, hè? Hier gaat waarschijnlijk de 3-3 komen. De nee, hij had hem niet weg kunnen traden. Jawel. Nee. Makkelijk. Nee. Hoezo niet? Hij had dan een 3-4 en een 1-2. Hè? Frostbolt op een 2-4. Oh, en dan Doomsayer. Dat was wel een andere line of play waar ik nog niet aan had gedacht. Want had hij 3 attack, 4, dus dan moest hij een War Axe hebben. Maar als hij een War Axe had, had hij die al wel eerder gespeeld. Oh, kijk, daar is Patches. Er was dus nog geen piraten. En de Patches krijgt dus een buff. Omdat de piratenkapitein op het veld ligt. Ja, dus dat is... En zometeen kan Arch Enemy lekker het wapen spelen en de piraat. En dan kan hij daarna zijn piraat en de buff piraat spelen. Dus dit is echt insane, hoor, deze starting hand. Ja, we zien natuurlijk ook geen Rhino, wel Iceblock. Nee, maar op zich wel een lekkere clear van Joppe. Jazeker. En hij heeft ook nog een Flamestrike beschikbaar. Ja, maar het is pas over 2 turns. Hè. Tegen die tijd is hij echt wel neer. Nee. Jazeker, want volgende turn is hij dood. Neer? Huh? Is een speler. Oké, dus we zien dat hij nu voor 8 in zijn gezicht geklapt wordt. En hij gaat hard, ook met de Hunter Hero Power. En zoals ik dus zei, volgende turn is hij niet meer. Oh, daar is de Blizzard. Dat helpt echt enorm. Ja, dat helpt wel. Best wel eigenlijk. Dan kan hij nog steeds wel... Oh. Nee, het maakt niet uit. Het is alsnog lethal. Leroy nee. Plus Saucy Deckhand. Oh, wauw. Je hebt gelijk. Is de kill. Dit exact 12 damage. Ik denk niet dat Joppe dit aan zag komen. Ik denk ook niet dat Joppe dit aan zag komen. Heel blij mee en Arch Enemy die zegt GG well played. En onze andere match is ook klaar. Dus ik denk dat we hierna vrij vlot naar de dat volgende match kunnen gaan. Dat is lekker. En dat betekent dat... Magische Wheat heeft verloren. Ja, dat is waarschijnlijk anders was het waar. Niet ja. Waar geweest. Ja, dat is helaas waarschijnlijk waar. En, ja, en dat klopt. Joppe ook. Die hier eruit gaat, ik ben nog steeds wel benieuwd.